Steenkamer, onze beursguru, strateeg, al jarenlang. En hij komt niet vaak, maar als hij komt, is dat altijd een verrassend onderwerp. Rink. Altijd weer graag hier. Je moet ook goed opletten, de grote instituten, zoals de IMF, OECD, Europese Commissie, zeggen allemaal ja, het gaat op dit moment goed met de economie. Maar je moet doorlezen, achter de komma staat maar, volgend jaar. En dat is eigenlijk waar we op de financiële markten naar kijken. Want een belegger heeft niets aan de informatie van vandaag, helaas. Beleggen doe je voor de toekomst. Dus je wil weten, wat gaat er in de toekomst gebeuren? Wat gaat er volgend jaar gebeuren? En daar zien we op dit moment de markten te beginnen te reageren op de zorg die steeds luider wordt. En dat is dat de huizenmarkt van Amerika... Ja, want dat is de eerste grafiek, hè? Die... Daar kom ik straks even op. Als ik even mag uitleggen, het denken van de markten, dan begrijpt men ook waarom die markten zo reageren. De huizenmarkt van Amerika die begeeft het. En men vreest dat dat dan leidt naar een recessie volgend jaar in de USA. Althans, een behoorlijke economische inzinking. En dan krijg je dat marktdenken op de financiële markten. Dat is hetzelfde als schaken. Men denkt zoveel. En dan is de redenering als volgt. Als de huizenmarkt het begeeft, en die begint het nu te begeven Amerika, in Amerika. Dan kan er een recessie in Amerika volgen. De Amerikanen houden op dit moment de wereldeconomie al sinds jaren gaande met een enorme berg aan financieringen gebaseerd op hun huizen. En zijn degene die dus dat carousel met China in stand houden. Als Amerika naar beneden gaat, gaat China naar beneden in zijn economische groei. Aha, zegt men, dan gaat China dus minder moeten bouwen. Dus heeft het behoefte aan minder grondstoffen, minder olie. Je ziet dus prijzen van olie en van andere grondstoffen op dit moment anticiperend daarop. Al dalen. Als dat gebeurt, dan zullen de emerging markets, de landen die die grondstoffen leveren, ook in hun economie teruggaan. Als je die ketting eenmaal hebt, dan kun je de Amerikaanse dollar compleet vergeten. Dan gaat die helemaal onderuit. Dat is de vrees die de IMF net dit weekend ook weer luidkeels heeft verkondigd. En als we zover zijn, dan volgt Europa automatisch ook met zijn huizenmarkt. Omdat traditioneel Europa Amerika volgt in zijn economische ontwikkeling. Dus zo heb je die ketting en de kwestie is hoe ver denk je vooruit. En je ziet dus op dit moment de financiële markten het signaal geven dat men zich daarop begint in te stellen. Oké, maar dan hebben we hier die grafiek van die omvang hypotheken in relatie met de woning. Die heb ik meegenomen om duidelijk te maken dat mensen zeggen, ja maar huizen, wat maakt dat nou uit voor een economie? En wat je ziet op deze chart is die bijzonder uitzonderlijke sprong omhoog van die rode lijn. En dat betekent dat men over een halve eeuw gezien een uitzonderlijke situatie geschapen heeft. En wel het feit dat consumenten in Amerika een enorme berg financiering op hun huizen zijn gaan zetten. Ze zijn dus alle equity, zoals dat heet, alle contante waarde die nog niet belast was in een huis, eruit gaan halen via hypothecaire financieringen. Dat kan doorgaan. Zolang de huizenprijzen blijven stijgen. Dan kun je altijd zeggen, ik heb weer een beetje meer overwaarde, dus ik kan weer een beetje meer financieren, kunnen ze weer meer van die Chinezen kopen. Op dit moment stagneren de prijzen, ze dalen zelfs. Dus deze lijn omhoog, die moet terugbuigen, want je kunt op je huis niet meer een extra financiering krijgen. De waarde niet meestijgt. Nee, en die stijgt niet meer. En we wisten dat die party een keertje zou zijn afgelopen, en die is nu kennelijk afgelopen. Gevolg daarvan is... En daar is het belang van deze chart voor. Dit drukt het uit in procent van het BBP. Dus in het procent van de omvang van de nationale economie. En je ziet dus hoeveel die financiering heeft bijgedragen in procent aan de groei van de economie van Amerika. Als dat teruggaat, en dat moet, dan kun je eigenlijk anders niet hebben dan een recessie. Tenzij de mensen een vervanging ervoor hebben. Maar dat hebben die Amerikanen niet meer. Amerika heeft sinds lange tijd nog nooit voorgekomen... Geen spaarreserve meer, die is 0%, die is zelfs negatief. Dat betekent dat per saldo de Amerikanen dus schulden hebben. Ik heb je hier een grafiek meegenomen, dat historische recessiesignalen. Dat is gebeurd als de rente gaat stijgen, de energiekosten die zijn verdubbeld in de laatste jaren. Maar gaat de rente stijgen, denk je? Wat? Gaat de rente stijgen? Nou, de rente is gestegen in Amerika, behoorlijk stuk. Van 1% naar 5,5%, dat is plus 500%, okay. Dus dat noem ik een rentestijging. En wat je hier ziet is telkens in de geschiedenis... We zitten nu in 2006, hè? Ja, we zoeken dus een bewijs in de geschiedenis. Wat gebeurt er als je die snelle stijging van kosten krijgt bij de consument? En het belang van die chart is zegt telkens als je die snelheid krijgt van kostenstijgingen zoals nu, dan komt er een recessie. Het onaangename van deze chart is bovendien dat hij niet alleen het historische bewijs levert, dat een recessie, dat zijn die geasseerde kolommen,
komt. Maar ze zeggen, we zitten nu zelfs op het punt, het hoogste punt, waar we in 1980 waren. In 1980 was de ernstigste recessie in Amerika sinds de jaren 30. Dus als ik jou je zin geef in die grafiek, dan gaan we binnen nu en een jaar een aanloopje nemen naar een recessie. Naar een recessie in Amerika. En Amerika is nu helemaal de grootste economie. Terwijl de beurzen... Dus men is behoedzaam. Terwijl de beurzen, die ja, als ik Nederlandse analisten... Nou, het gaat weer, en eind van het jaar wordt die nog even hoger. Dat is, kan ik begrijpen. Die beurzen die doen het nog vrij aardig. Maar je moet er rekening mee houden dat we hebben 4 financiële markten in de wereld... waarvan de aandelenbeurs de minst belangrijke is. De belangrijkste is de grondstoffen. Groot, dat hebben we allemaal nodig elke dag. Aandelen heb je niet elke dag nodig om te eten. Die grondstoffenmarkten die geven op dit moment al aan... door dalen van de grondstofprijzen van... wij zien dat helemaal niet zo zitten, zo'n prachtige economische groei... die de politiek ons verkondigt. De tweede belangrijke markt is de renteobligaties. Hè, staatsobligaties bijvoorbeeld. En die geeft een contrair signaal. De rente daalt. Dat gaat de rente niet doen als je verwacht dat je een sterke groeiende economie krijgt. Want dan vreest men inflatie. En dan gaat de rente dus juist omhoog. Terwijl de korte rente door Amerika bijvoorbeeld omhoog wordt gezet. Ook door de Europese Centrale Bank. Zegt de lange rente van de wereld. Wij vertrouwen het niet meer. En die is al een tijd lang aan het dalen. Dat is een belangrijk signaal. De derde belangrijke markt is de valuta en die zijn ernstig aan het uitschudden. Amerikaanse dollar, als Amerika zo'n goede economie zou hebben, zou die stijgen. Zeker bij die hoge rente van nu. Amerikaanse dollar is 7% naar beneden gekomen al dit jaar. Dat is veel voor een valuta, zeker veel voor de leidende valuta. En dan krijgen we de aandelenbeurzen. Waarom zijn die minder belangrijk? Dat zijn niet de partijen die voor zichzelf handelen. Aandelen worden verkocht aan mensen... aan burgers, daar wordt enorm veel reclame voor gemaakt, want dan verdient de bank, dan verdient de commissionair, dan verdienen de fondsen. Dus daar blijft het verhaal altijd het langste optimistisch. En dan heb je deze chart even meegenomen, omdat de Dow Jones, dat is de sterkste index van de westerse landen. De best van 14 jaar uittoppen. Juist. En die Dow Jones die neigt dus weer op zijn hoogste punt te komen van zijn geschiedenis, dat was in 2000... En er is die bijna. En dan wil ik waarschuwen van, denk erom, we zitten in die lange bear trend die ik hier vroeger uitgelegd heb. En daarin heb je sterke herstelfases. Zoals we hier zien, dat is de bear van de jaren 30. Die duurde ook een 14 jaar, van 1966, vooral jaren 30 zeg ik, jaren 70. Die duurde van 1968 tot 1982. En dan zie je dus dat telkens die Dow Jones weer naar zijn oude top terugkomt. En dan valt hij weer terug, soms zo'n 50%. Dus per saldo schiet je, omhoog, per saldo schiet je niks op. Het wil zeggen, het signaal dat de beurzen wat hoger gaan, wil ik zeggen bij die Dow Jones. Dan hoor ik morgen die analisten zeggen, ja, maar al die dalletjes en die piekjes, daar kun je leuk tussendoor spelen. Ja, dan moet je korte termijn speculeren. Dat mislukt bij de meeste mensen. En daarom dat per saldo de meeste mensen op dat terrein geld verliezen. Want dan moet je precies weten wat is het hoogste punt en precies weten wat het laagste punt is. Daar wordt nooit een bel voor geluid. Niet de Wall Street volgt de huizenmarkt, wil ik even met je doornemen. Dat is dan degene die wat optimistisch waren, helaas. Dit keer om ze gelijk het lachen te laten verliezen. Deze chart die kent vrijwel niemand, maar die hebben we dus nou laten opstellen... omdat die huizenmarkt zo cruciaal geworden is in Amerika. Wat zien we hier? Wat we hier zien is een index over de ontwikkeling van de huizenmarkt in Amerika... opgesteld door de National Associations van Homebuilders. Zoals die verlopen is sinds 1996. De witte lijn is wat de beurs... doet deze lijn, maar 12 maanden vertraagd. Dat wil dus zeggen... Dus als ik dus nu in de krant lees dat de Amerikaanse huizenmarkt zeg maar, het even laat afweten en het zou doorzetten... Ja. Dan zijn we over een jaar aan de beurt met de beurs in Amerika. Precies. En als hij precies doet wat hij altijd gedaan heeft, er is nooit zekerheid op... maar dit dus volgen van de beurs met een 12 maanden vertraging van de huizenindex in Amerika... zou dus betekenen, hij deed het in 2000 toen je die grote bears kreeg. Hè, toen was die huizenmarkt ook een jaar eerder al aan het dalen. Als hij dat weer gaat doen, de huizenmarkt is op dit moment op deze index al 50% gedaald. Dan zou dus logisch de beurs 50% moeten gaan dalen. Voor mensen die later ingeschakeld hebben, we hebben het nog steeds over de Amerikaanse huizenmarkt, niet over de Nederlandse markt. Nee, de Amerikaanse huizenmarkt en de Amerikaanse beurs. Maar de Amerikaanse beurs is overheersend in de wereld en die pleegt men meestal te volgen. Voldoende reden om te zeggen, ik zou niet te enthousiast worden over de beurs.
De drie andere grote financiële markten geven aan, het gaat nu minder worden. En dat is niet dat je morgen in elkaar stort, maar met dat vooruitdenken voor de komende maanden, komende jaar, denk ik dat we daar vrij voorzichtig moeten zijn.